Wat kunnen wij en wat mogen wij van de politiek verwachten? Bestuurslid Jan Wever van het Humanistisch Verbond Kring Oost behandelde in het Denkerscafé zaterdagmiddag een aantal vragen die bij vele kiezers wel eens zullen opkomen. Zijn doorwrochte betoog begon bij de piramide van Maslow, de basisbehoefte van de mens. En de inhoud van mijn verhaal, dat is deze opzomming geworden. Waarvoor bedrijven wij politiek? Dat zijn de levensbehoeften van een mens die ergens woont. En daarbij ben ik te raden gegaan bij een zeker meneer Maslow, een socioloog die dat uitgebreid beschreven heeft. Waarnemend voorzitter Ab Gietelink las een brief aan de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken voor. Geachte commissie, het voornemen van president Trump om kleinere kernwapens toe te voegen aan het arsenaal vergroot in ernstige mate de kans op een niet meer te beheersen nucleair conflict met rampzalige gevolgen. Ik verzoek u te bevorderen dat regering en parlement van NAVO-bondgenoot dit plan in krachtige bewoordingen afwijzen. Wat verwacht u van de politiek? Dat ze menselijk zijn. Dat ze menselijk zijn en dat ze opkomen voor alle mensen en niet voor alleen bepaalde lagen in de bevolking en niet alleen voor bepaalde groepen in de bevolking. En dat ze niet kleven aan het plus, maar dat ze bereid zijn af te treden wanneer er te veel kritiek is. Wat is uw ervaring in deze verkiezingstijd? Niet direct veel, want ik ben eigenlijk een buitenstaander, maar ik beschouw het dus wel als medeburger. En dan zie ik dat mensen heel vaak tegen elkaar praten, maar niet met elkaar praten. En we kunnen alleen maar samen wat doen en niet dat één alle wijsheid in pacht heeft. Ik vind dat de politiek en het reilen en zeilen in de stad net zoiets is als een ketting. De kracht van de ketting wordt bepaald door de zwakste schakel. En de kracht van de politiek en van de hele gemeentelijke samenhang wordt bepaald door de zwakste schakel in die samenhang. En daar moeten we oog voor hebben. En daarin zijn we allemaal mensen met onze fouten en gebreken en met onze ideeën. Maar we kunnen het alleen maar oplossen door het samen met elkaar te doen.